Hi, welkom weer in mijn tuin. Ik ben Mariette en ik laat zien wat er allemaal in mijn tuin gebeurt. Zowel het aanleggen, wat ik voor in mijn afgelopen filmpjes heb laten zien. Maar ook het onderhouden is natuurlijk heel belangrijk. En zoals ik al eerder ook een keer heb aangegeven, is het onderhoud een tijdje even wat minder geweest. Maar op dit moment ben ik daar weer volop mee bezig. Het filmpje van vandaag gaat over over onkruid. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want je wil in je moestuin bepaalde gewassen wel kweken en enkele gewassen heb je liever niet in je moestuin. Bijvoorbeeld bij deze courgette is het overduidelijk, hè, die hoort hier. Maar je ziet ook wel nog wat meer groens hier op de bodem. Maar dit zijn een aantal gewassen die nu aan het opkomen zijn. En er zijn een aantal gewassen wat daadwerkelijk als onkruid is. En bij mij in mijn tuin is dat met name vogelmuur. En ik wil in ieder geval even laten zien hoe je kan zien, ja, maar wat is nou een doelgewas en wat is onkruid? En dat terwijl ze allebei tegelijkertijd opkomen. Ja, hier zie je het heel goed. De Chinese kool gaat best wel snel. Hè? Dus je ziet ook hier echt wel het verschil tussen het onkruid en de Chinese kool. Dus hier komt de Chinese kool heel mooi op. En hier zie je nog dat... En hier zie je nog dat de vogelmuur, want zo heet dit, hier tussendoor komt. Nou, ik heb onlangs, dat zie je ook een beetje, heb ik al het een en ander uitgetrokken. Dus hier zie je ook al wel verdrag. Dat is nu 2 dagen geleden geweest. Wat ik hiermee heb gedaan, is ik heb het gewoon uitgetrokken en gewoon laten liggen. Op die manier krijg je een soort van mulglaag vanuit je onkruid. Nou, veel mensen die zeggen van, oh, je moet je onkruid niet laten liggen. Maar als je je onkruid laat liggen terwijl ze zaad hebben gevormd, dan zul je inderdaad weer nieuw onkruid krijgen. Maar als je, zoals hier, het onkruid laat liggen zonder dat het zaad heeft gevormd. Ja, want dat is hier gewoon goed te zien. Hij heeft nog geen zaad gevormd, er zitten nog geen bloemetjes aan. Nou, dan is het gevaar er eigenlijk niet. Kijk, het enige gevaar hier, en je ziet ook dat ik het dus wat minder netjes heb gedaan, is dat het toch weer door blijft groeien. Dus je ziet dat je het gewoon regelmatig even bij moet houden. En regelmatig even moet bekijken. En dan zie je gewoon dat je... het onkruid redelijk eenvoudig weg kan krijgen. Het was ook zo dat 2 dagen geleden, en dat laat ik zo even bij de andijven zien, dat deze gewassen echt nog veel lager waren. Dus ze hebben nu ook wat meer ruimte gekregen. Ziet andijvie? Nou ja, ik wijs het maar aan, want ik kan me voorstellen dat het lastig is te zien. En je ziet de vogelmuur. Maar de vogelmuur die zorgt er ook voor dat de groei van die andijven weer wordt geremd. Dus dit bed ga ik ook gauw opruimen. Je ziet hier overigens ook nog haagwinden. Lijkt een beetje op de boon qua blad. En deze is nu nog heel jong, maar en daar is de boon te zien. En die nog tegen het hek aangroeit. Als ze tegelijkertijd opgaan, dan zou je die zomaar eens kunnen verwarren met elkaar. Maar dan is het gewoon een kwestie van misschien even iets langer laten groeien. En op een gegeven moment zie je het verschil wel. Want daar waar je de boom niet hebt geplant, daar kun je dan weer afkijken als het ware. Daar waar de haagwinden wel weer opkomt. Dus er is niet echt een snelle manier om onkruid goed te kunnen herkennen. Maar je kunt wel goed kijken naar de gewassen die er wel staan. Hoe dat eruit ziet. Hè, welke gewas komt bijvoorbeeld overal in je tuin bijvoorbeeld voor. Daar kun je van uitgaan. Nou, dat zal ongetwijfeld onkruid zijn. Verder, ja, kijk goed. Kijk ook door de seizoenen heen. Houd ook bij. Want dat is denk ik het allermakkelijkste. Als je met de... jonge gewassen al het onkruid en het echte gewas van elkaar scheidt. Dan zie je ook veel beter, en dat zagen we net ook met de Chinese kool. Dan zie je gewoon dat je veel duidelijker hetgene wat er bovenuit schiet,
Dat kun je, dat is je gewas en datgene wat eronder zit, dat is dan uiteindelijk je onkruid. En haal dat dan ook één keer in de twee weken gewoon even weg. Nog één ding. Ik gebruik geen schoffel. En dat doe ik expres niet. Want vooral de jongere plantjes, die schoffel je zo omver. En dat is hartstikke zonde. Daarnaast maak je die bodem, die net een mooi bodemleven en een geheel vormt, die maak je ook weer los. En dat wil je helemaal niet. Je wil juist dat het bodemleven rijk is. Dat het gevoed wordt door de mulglaag die je erop hebt gedaan. Dus je wil helemaal niet die hele bodem telkens losmaken. Bovendien komt er daarmee ook weer CO2 vrij in de lucht. En dat is, op zulke kleine schaal doet het er waarschijnlijk niet toe. Maar ik vind het toch altijd wel weer een mooi idee dat je, als je de bodem met rust laat, dat er dan ook minder CO2 in de lucht komt. Dus ook het ploegen, hè, wat boeren soms nog wel en soms niet meer doen. Daar kun je ook enorme CO2-uitbarsting in de lucht van krijgen. En als derde tegen het schoffelen is als je schoffelt, dan heb je ook weer zaadjes die je naar de oppervlakte schoffelt. En die dus weer kunnen ontkiemen. En eigenlijk wil je dat dus ook niet hebben. Dan is het natuurlijk wel zaak, hou het bij. Ik heb het natuurlijk een tijdje even niet bijgehouden. En je ziet ook overal dat er onkruid voorbij komt. Nou, dat is dan nu de pech die ik heb. Want het is zo makkelijk uit te trekken. En het is ook gewoon een heerlijk karweitje om eventjes op een zonnige middag te doen. Ik zat hier afgelopen week met mijn zoon. Die is nog geen anderhalf. En die zat hier heerlijk met de houtjes te spelen. Dus met deze houtsnippers te spelen. Terwijl ik gewoon daarnaast aan het plukken was in de tuin. Voor mij is dat een heerlijke zondagmiddagbesteding. Nou, zo heb ik toch geprobeerd om mijn moestuin nog enigszins te redden. En nu is het echt een kwestie van bijhouden. En ga ik dat dus ook echt doen. En doordat ik zo bezig ben met mijn tuin, werd ik heel nieuwsgierig naar naar de geschiedenis eigenlijk van de tuin. Hoe zit dat nou? En ik heb hier dan een stukje nutstuin. En hoe zit het dan met een siertuin? En wat zijn de ontwikkelingen daarin? En daar heb ik het een en ander van opgedaan. Ik heb wat boeken gelezen. En daarin neem ik je graag volgende keer in mee. Tot dan!